dat we vandaag de rest van de kast zouden uitzoeken. En ik heb ook hier, maar dit is echt erg. Dit moet ik eigenlijk niet eens laten zien. En een grote doos naar oma brengen. Ja, dat klopt. Welke grote doos trouwens? Zo, was wel slim. Ik ging koken. En eigenlijk als ik eten in de oven zou staan, zouden we naar boven gaan. Goed, ik heb een pakketje binnengekregen van de Hema. En hier zat ik op te wachten. Goedemorgen. Het is dinsdag. En de meiden zijn de school op. Mila is in ieder geval alleen meegelopen. Dus die komt hier als wij gelijk ook gaan lopen. En dat is morgen en overmorgen en misschien vrijdag ook zo. Dus de meiden op school. En toen ik terug ging lopen, dus een moeder van een meisje uit zes klas, die woont heel vlakbij school en zij zat heel snel. En zij was de hond aan het uitlaten. En ik dacht dat ze met een andere huiseigenaar stond. Dat die honden aan elkaar gewoon stonden te snuffelen. Maar dat bleek dat ze die hond gevonden hadden. Maar die had dus een halsband met een huisnummer. En dat gingen we zoeken. En toen ze het hebben gevonden ben ik wel doorgelopen. Want ja, om dan met z'n drieën voor de deur te gaan staan. En er was ook nog een klein kindje bij en alles. Dat vond ik een beetje nutteloos. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik hoor dat straks wel. Sarah blijft vandaag over. Die eet normaal op dinsdag vaak bij Mila. Alleen deze week ging dat niet. Dus dan gaat ze daar waarschijnlijk vrijdag tussen de middag eten. Blijft ze vandaag over en van donderdag kijken we even. Dus dat kan of thuis worden of overblijven. Maar dan kijken we donderdag even. Dus dan kan ik even wat dingetjes doen, want... Ik heb allemaal van die kleine huishouddingetjes die blijven liggen. Niet boeiend, maar het moet gewoon gebeuren. En nu ga ik trouwens ook thee drinken en wat eten. Want vanochtend werkte niks mee, dus ik heb echt gewoon niet gegeten. En ik heb echt honger en dorst nu. En heel veel trek in thee. Ik heb helemaal happy gegeten. Ik voel me ook weer een stuk vrolijker ervan. En nu ga ik even de boontjes klaarzetten voor vanavond en dan... Ga ik daarna beginnen met alle dingetjes opruimen en doen. Nu ik even de tijd voor heb. Ik weet nog niet wat Sarah dan van de week doet. Misschien laat ik er nog een dag over blijven als ze dat wil. En misschien dat ze donderdag dan wel thuis eet. Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik even ga kijken hoe ver ik vandaag en morgen kom. Want als ik heel ver kom, dan hoeft het niet per se. Dat is misschien ook wel leuk, omdat ze natuurlijk zoveel school en zoveel de kindjes heeft gemist. Heeft ze ook wat meer tijd om tussen de middag gewoon te spelen en met ze te zijn. Dus dat vond ik ook wel een voordeel van een extra dagje overblijven. Ze missen natuurlijk zo verschrikkelijk veel contact met andere kinderen dit hele afgelopen jaar. En kinderen hebben dat gewoon nodig voor hun ontwikkeling. En dat, ja, dat kan je thuis gewoon niet vervangen. Je kan heel veel en je kan erbij gaan zitten met school, in zoverre dat dat gaat. Maar je kan niet andere kinderen van die leeftijd zijn en daarin in de omgang zijn. Dat gaat gewoon niet. En nu heb ik allemaal van die taakjes zoals de vriezer weer opruimen. Want de afgelopen weken, nou deze laatste, is alles er gewoon maar ingezet door iedereen. Maar... Er zit geen logica meer in en ik kan nooit iets vinden meer. Dus dat moet ik echt even op orde krijgen. Zodat we weer gewoon onze spullen kunnen vinden. Want dit schiet dus echt voor een meter op. En ik heb ook bakjes opa, dus ik zal ook mijn moeder vragen of zij dat kwijt kan. Want die gaat er over 2 dagen naartoe. En ik ga natuurlijk dadelijk langs mijn moeder. Dus dat zou fijn zijn, want dan... Kan ik hier weer wat kwijt? Ik loop elke keer zo vast op de vriezer. Ik heb ook maar 2,5 laat. Echt te weinig voor mij. Ik had ook met Sarah afgesproken, echt. Maak zijn troep van de kamer trouwens. Dat we vandaag de rest van de kast zouden uitzoeken. Dus toen dacht ik, dan is het misschien slim om dat al klaar te leggen.
Want we moeten daar natuurlijk naar haar afspraak. Dan thuis, dan moet ik gaan koken, want dat moet ook de oven in. En dan kunnen we vast een stuk passen als het de oven ingaat. En dan daarna, als we hebben gegeten, ligt de rest klaar. Dan kunnen we dat ook gewoon gelijk doen. Dus ik ga het nu vast op stapel voor bed leggen. En anders heb ik het er ook zo weer ingeschoven, want ik leg het gewoon precies op stapels op volgorde hoe het ook in de kast hangt. En dan kunnen we gewoon één keer door en anders hang ik het uit. Dit stukje hebben we echt alleen gedaan. Dat ik even een losse hanger tussen hangen. Zodat we herkenden van nou, tot daar waren we. En ik heb ook hier, maar dit is echt erg. Dit moet ik eigenlijk niet eens laten zien. Maar hier hebben we echt kleding ingepropt. Echt heel erg. Er was heel veel was ook gestreken. Maar ik kwam echt hangers tekort. Dus toen dacht ik, nou, dan gooi ik het er allemaal gewoon in. En dan, als we dan hangers over hebben, gaan we daar ook van passen. En wat dan goed is, dat strijk ik dan opnieuw. En dan kan dat gelijk weer hierin. We hebben tot nu toe in 2 dagen 3 dingen gevonden. We hebben natuurlijk maar een klein beetje gepast. Maar wat dan niet goed was. Dus die zijn eruit. Dit ook, dit kan ook gelijk weer opnieuw gevouwen worden. Maar dit is Sarah die het eruit trekt. En dan weer inpropt. Dus ik doe dit echt 3 keer per week opnieuw vouwen. Maar het heeft niet altijd super veel zin, moet ik zeggen, helaas. Maar dit haal ik er dadelijk wel uit mijn passen, denk ik. Dat ligt wat minder in de weg. Deze kan er dan vast uit. En dan kunnen we zo op volgorde alles in één keer passen. Ik heb ook echt een hele grote doos meegekregen die ik zo mee moet nemen naar mijn moeder. Ik heb best wel veel gedaan gekregen. Ik kan ook zo die bakjes meenemen. Dus dat is mooi. En oh, als ik nog een paar van dit soort dagen heb, dan kom ik misschien weer bij de was. En dan word ik echt gelukkiger van. Want ik kom er zo slecht tegen als het allemaal gewoon niet werkt. De was opstapelt en overal spullen opstapelen. Dus ik ga gewoon echt elke dag even flink aan de slag. Totdat we weer een beetje normaal kunnen leven. En nu moet ik dus al die tassen en die dozen naar de auto gaan krijgen. Nou, het is heel vroeg. Ik moet even 4 minuutjes gaan. Want anders ben ik wel heel vroeg op school. Nou, dan zet ik wat anders klaar in de keuken. Want ik heb verder al alles klaar staan. En even kijken. Deze heb ik dan zo nodig. Welke gebruik ik verder? Deze. Ook af en toe kom ik nog niet uit. Eigenlijk zou ik nog net 4 bakjes erbij moeten of zo. Maar goed, nu ga ik gehakt 2 keer invriezen. Dus heb ik 2 dekseltjes waar ook echt gehakt op staat. En eentje staat wat anders op. Maar die ga ik vanmorgen in de koelkast zetten. Dus dan maakt het ook niet zo heel erg uit. En als we terugkomen, de rijst moet toch later op. En Sarah vindt het altijd leuk. Er zitten rozijntjes in de rijst. Maar zij vindt dat niet heel lekker als dat in de baboti zit. Marco ook niet. Ik ben neutraal erover. Het maakt me niet uit als ze erin zitten. Maar ook niet erg als ze eruit zijn. Dus ze gaat altijd de rozijntjes uit de rijst halen. En dan mag ze de rozijntjes opeten. Want los vindt ze ze wel lekker. En dan kook ik de rijst. Maar dat of pas later op, pas als de schaal in de oven staat. Of de oven ingaat, net ervoor. Dus dat kan zij dan mooi doen als terug. Dat heb ik ook klaargezet op tafel. Ik heb al mijn spullen. Alles staat klaar om te gaan koken. Ja, ik denk dat ik er voor nu voor vandaag dan even ben. Want ik kan niet zo heel veel nu. En ik wil daar tijdens het koken ook even de koelkast opruimen. Toen dacht ik, ja, dat kan ik eigenlijk ook wel doen als ik kook. Achteraf gezien ben ik maar blij dat ik vroeg de deur uit ben. Want ik kan er niet door. De hele weg is geblokkeerd. En nu ben ik uit school en nu ben ik weer bij mama. En nu ga ik naar mijn afwachtel. En gaat mama zo naar oma toe. En dan gaat de doos naar oma brengen. Yep, ja, dat klopt. Welke grote doos trouwens? Achter. Kijk maar achter. Huh? Kijk achter. Grote doos. Dat is een grote doos, hè? Ja, waarom die grote doos naar oma? Dat heb ik gisteravond voor oma besteld en dat was vanochtend al binnen. Oh, oké. En de koekjes van vandaag. Oh, en dit is echt zo lekker. Ik hou van spritsen. We zijn weer thuis. Sarah is gelijk bezig met de rijst. Vind je leuk, hè? Ja. Om te doen. En ik ben alle spullen aan het opruimen. Sarah was wel slim. Ik ging koken.
En eigenlijk als ik eten in de oven zou staan, zouden we naar boven gaan. Ja, die heb je heel pas aangehaald. Die is nog goed. Dat weet ik inderdaad zeker. Dus die denkt, nou, ik hou gewoon de hele stapel kleding naar beneden. En dan begin ik gewoon hier met passen. Eigenlijk was dat meer omdat ze met een vriendinnetje wilde buitenspelen. Maar ze begon heel snel en dan raakte ze tempo kwijt. Dus dat gaat waarschijnlijk niet helemaal meer werken. Maar dit is wel een heel stuk. Ja, dan heb je morgen weer tijd over. En morgen heb je een lange vrije middag. Dus dat is ook wel weer leuk, toch? Morgenmiddag ben je vrij. Dus als je dan tijd hebt, is het wel fijn. Dus ik ben aan het koken en aan het opruimen. Schaal staat er in de oven. Ja, je moet ze aan. Hè? Ja, ik kan niet zien. Want ja, maar je laat de mouwlengte zien. Maar je schouder hangt 30 centimeter onder je schouder. Dan kan ik toch niet zien. Dan kan je. Sarah, hij moet er helemaal over. Daarom moet je hem even aandoen. Maar je doet dit om zogenaamd sneller te zijn. Maar eigenlijk ben je langzamer. Want je had die trui al aan en uit kunnen hebben. Nee. Ja. Nee. Je hoeft hem alleen maar aan. Ik moet het zien en dan ben je al klaar. En ik ben de tafel al voor je aan het dekken. Zodat je kan doorpassen. Vind je dat dan wel weer lief van mij? Ja, dat is de vierde keer dat ik hem pas. Ja. Deze. Kijken. Ja, die is nog goed. Ja, maar dan moet je eerst wat aan hebben bij de handje. Ja, maar ik heb ook wat aan. Nou, dan moet je het komen laten zien, want dan kijk ik gelijk. Hij kan nog wel, vind je hem niet leuk, mag hij ook weg. Dus je mag zelf bepalen of je hem op de weg stapelt of niet. Hij zit er een beetje tussenin. Ga je in de oven kijken, maar dat zie je nu niet echt goed in de oven, want het lampje staat al van de oven. Anders kijk je boven. Ik vind hem nog minder goed staan. Sarah, anders hang je die andere dingen in je kast, wat alweer goed was. En dan kijk je boven in de spiegel als je hem aan hebt. Nee, oh, oké, ook goed. Het was maar een idee. We kwamen echt precies uit. Sarah had de laatste vestjes en zo gepast. En op dat moment was het eten klaar. En ik had de tafel gedekt, dus dat was helemaal mooi. En nu gaan we dus beginnen aan de jurkjes en kijken hoe ver we met de broekjes zo en rokjes komen. Kapot. Nou, doe je kleren vast even. Je moet eruit op de bed. Ik moet deze laten zien. Ja, als jij je kleren uit gaat doen. Ik film ook elke keer niet, want elke keer... In ieder geval, ik film Sarah niet. Ze heeft een masker getekend. Want die loopt elke keer in de ondergoed. Het is net gelukt. En we hebben zelfs meer gedaan dan wat ik hoopte. Dus daar ben ik heel blij om. Mijn hoofd valt eraf. Maar goed, ik heb een pakketje binnengekregen van de HEMA. En hier zat ik op te wachten. Sokken. Ik had dit pakket besteld. Mayo voor Sarah. Maar die was niet aangekomen. In ieder geval die zou bezorgd zijn, maar die was niet bezorgd. Dus ik weet niet wat ze nou hebben gedaan. Maar goed. Reserve lipbalsem voor Sarah ook. En een knikkerbrooddoos. Maar ik denk dat dat weer ergens buiten of voor de deur is gezet. En dat het niet goed was. Oh ja, en dit. Maar dit is eigenlijk zeg maar een heel erg laat kraamcadeau. Want Chantal die was hier gisteren, maar we hebben eigenlijk nooit de officiële kraamvisite gedaan. En ik zei altijd, dan geef ik wat. En die had ik dus, ik had daar dus cadeautjes voor besteld. Maar ja, dat ging dus allemaal niet goed. Niet zoals de bedoeling was. Kijk, zo leuk voor een jongetje. Echt super schattig vind ik het. Dus nu heb ik het eigenlijk binnen. Ja, het was net niet op tijd binnen. Omdat dus die bestelling fout was gegaan. En daar zat eigenlijk ook toen nog een ander cadeau in. Maar dat was ook fout gegaan. Daar had ik al wat anders voor gekocht. Heel gedoe, heel verhaal. Maar, hè? Even kijken. Ik weet dat deze maat toch goed is. Want ik weet wat hij draagt. Dit gaat ook wel goed zijn. Kijk, met zo'n shirtje. En ik vond het wel grappig, want hij heeft zo'n zakje. Dan is het toch een basic, maar toch ook niet. En dit gaat wel helemaal leuk bij hem passen en staan. Dus dat vind ik helemaal leuk om te geven. Ook wel grappig om jongenskleren te kopen. Want dat koop ik eigenlijk bijna nooit. Dus ja, heel leuk setje. Ik zal er even appen. Zo, wanneer we nog een keer afspreken. Dan kan ik het cadeautje geven. Ik denk dat ze het wel heel leuk vinden. En ik denk dat dit kleurtje hem ook wel heel leuk staat. Daar heb ik het eigenlijk ook een beetje op uitgekozen. Ik moet wel zeggen, echt, ik werd net zo overvallen door pure vermoeidheid. Ik zat boven en ik had echt zoiets van, nou, dit gaat toch gewoon niet worden. Ik was, om mezelf maar wakker te gaan houden, bij de volgende winkel een wishlist voor Sarah aan het maken.
denk, dan doe ik vast wat voorzoekwerk. We hadden dat al gedaan bij de Vara en de River Island. Doen we meestal als je eerst een wishlist maakt. En je hebt ook een lijst van wat je nodig hebt. Dan kan je dus uit je wishlist heel gericht kijken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je hebt een badpak nodig. Nou, dan kijk je bij de zaken waar je dat hebt. Gewoon in je wishlist, wat is er? En dan kan je de leukste daarvan kiezen. En dat scheelt echt heel veel werk. En ik vind dat je dan leukere dingen koopt. Omdat je natuurlijk je voorselectie hebt gemaakt. En dan heb je 2 of 3 items die je dus het leukst vond. En daar selecteer je uit. In plaats dat je dan door de boom het bos niet meer ziet. Dus dan hou je echt alleen maar de dingetjes over die je al echt het allerleukst vond om daar op te zetten. En dan vallen er altijd al wat in af. Want soms denk je, nou weet je, ik heb er net iets opgezet de eerste die ik tegenkwam. Maar ik heb er nu al 3 gehad die leuker zijn. En dan haal ik hem er al uit. En dan kan je ook nog, dat mag ze altijd voor mij. Als we hebben een lijst, maken altijd met passen. Van wat is er wel echt nodig. Nu bijvoorbeeld haar zwarte langslief. Ze heeft een gewone basic zwarte langslief. En dat vind ik echt gewoon een noodzakelijke basic in haar kast. Nou, die werd echt wel, dat ik zeg, dit gaan we niet meer doen. Dus dat zet ik dan echt op de nodig lijst. Nou, dan ga je dus eerst dat soort dingetjes doen. En dan kan je het daarna aanvullen binnen de budget. Want ik probeerde echt te leren dat je niet onbeperkt kan uitgeven. Maar dat ze erover nadenkt. Dus dan is het wel echt kijken, wat kan er dan binnen je budget nog bij? En ze heeft een aardig leuk budget. En dat ik verkoop haar oude kleertjes. En daar wordt dat budget weer van aangevuld. Dat helpt ook weer met uitruimen. Want doordat ze weet dat als twijfelt of niet leuk vindt om het weg te doen. Omdat het bijvoorbeeld klein is. Weet ze dat ze wel weer geld krijgt voor nieuwe dingen ervoor. En dat maakt het echt zoveel makkelijker. En ik betrek haar, daar ook altijd in. Dus ze ziet ook welk bedrag ze had. En als ik dan wat verkocht heb, zeg ik ook altijd van, kijk Sarah, weet je, je hebt nu zoveel. En dan ziet ze dat bedrag groeien. En ze kan al aardig rekenen, maar daarvoor snapte ze het ook wel. Dan, oh, dan kan ik wel bijvoorbeeld een extra shirtje of een rokje kopen. Dus dat maakt het uitruimen wel echt makkelijker, moet ik zeggen. En gelijk het hele punt van mijn verhaal vergeten. Want waarom ging ik dat allemaal vertellen? Ik was dus echt aan het instorten toen zij zich klaar ging maken voor bed. En toen dacht ik echt, ik wil slapen. En nu zit ik echt, dat ik denk, ik zou echt wel even een half uurtje willen slapen. Maar ik weet, als ik dat nu ga doen, dan kan ik daar al helemaal niet meer slapen. Dus eigenlijk moet ik wakker blijven. Maar ik heb mijn laptop gepakt en toen dacht ik, ja, oké, nu heb ik mijn laptop gepakt. Ik heb gewoon zo geen fut om aan te zetten. Dus ik denk dat ik gewoon heel even, ik heb mijn thee, dat ik gewoon even voor de tv ga hangen en dan even kijk in hoeverre ik me daarna ervoor kan zetten. Ik heb overdag niet heel veel gefilmd, maar ik heb echt zo de hele dag door het huis gerend en dingen gedaan. Ik heb echt heel veel gedaan vandaag, dus ik ben kapot. En net toen ik dacht, misschien doe ik toch mijn ogen even binnen, stonden de boodschappen voor de deur. Trots op mezelf, want ik ben toch aan editen. En nu heb ik lekker popcorn. En ik ga denk ik even tv kijken tot het renderen klaar is. Want ik wil vandaag echt gaan proberen om op tijd naar bed te gaan. Wie heeft het trouwens ooit verzonnen dat er zoveel van die gekke plastic dingetjes in sokken moeten zitten? Oké, ik ging zo op tijd opruimen om naar bed te gaan. En nou is het toch een heel stuk later dan de bedoeling was. Het valt mee hoor, het is 10:30, dus het kan erger. Maar ik ga wel heel snel naar mijn bed nu. Dus ik wil de vlog snel even afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.